En het clublied van Willem II uit de stadion Boksen. Want de spelers van Willem II en Den Bosch het veld op. Onder enthousiast vlaggige wapper. Je kan vandaag niet zeggen een ramvol stadion, want flinke delen dus. Vanwege een straffen van de KNVB. Helemaal leeg en verlaten, de Kingside bijvoorbeeld. Oosting. Over Hildeman heen, maar erachter is nog Bos. Er zit Svensson terugleggen richting Meerveld, dat was de bedoeling. Maar daar zit Zelalem goed tussen. Vicario naar Kostos. Heeft afgerekend met Behunek. En met Smits. Kostos. Schitterende goal. Prima gedaan van de clubtopscorer van Den Bosch. Alweer zijn vijfde van dit seizoen. Vicario. Dan loopt hij op zich goed weg. Kostos. Komt hij bij Hoenek tegen. Ja, die moet dan draaien en dan is hij kansloos. En dan schuift hij hem zeer rustig binnen. Ja, daar moet Vergunsva uitkijken. Hilteman maakt dat geweldig af. Dat foutje achterin. Waarin die bal terug wordt gespeeld. Waar het eigenlijk helemaal niet kon. Maar Hilteman maakt daar geweldig gebruik van. Hier, Ikecita met een bal terug richting Vergunsva, dat helemaal niet kan. En dan is hij wel geweldig afgemaakt. Hilteman. Vergunsva. Prima gespeeld. Vicario. Van Grunsven doet gewoon mee. Vicario voor het schot recht op spits. En dan valt hij terug voor Van Grunsven. En die raakt onderkant lat. En Gianfi komt ernaast. Daar zwijnt Willem II als centraal verdediger van Grunsven mee naar voren trekt. Eerst het schot, matig gepareerd door Smits. En dan snoeihard op de lat geschoten door Van Grunsven. Sigurd Geirsson. Dus een keer naar voren, dat doet hij dit keer goed. Hilterman, Oosting. Daar is Oosting, korte hoek. Ja, ja, dat zocht hij wel. Geen controle daar bij Hilterman, Bos naar Bokila. Ja, al geneigd om bijna te beginnen met juichen op het moment dat hij daar in de 16 de bal krijgt. Dodeman. Daar komt Bokila. En daar komt Hilteman. En de redding is daar van Orzinski. Bos. En nu duwt Orzinski hem wederom naast. Dus een paar knappe reddingen van de Bosse keeper. Dit schot van Hilteman, knap gepakt. Oké, hier staat Orzinski op zijn post. Prima naar de zijkant gewerkt. Dodeman. Behunek. Ook weer de overname. Zelalem die er bijna altijd goed tussen zit. En Kostos. Net naast. Meerveld. Bokila van Berkel. Bokila terug. De controle is er. En daar scoort hij wederom. Het is ook wel een fenomeen ook. Want weer scoort Bokila de invaller. En weer zorgt Willem II ervoor dat een achterstand wordt omgebogen in een voorsprong. Bokila. Kan hem overlengen. En dat is de penalty. Ja, hij glijdt naar de bal toe. Orzinski krijgt er nog geel voor ook. Ja, hij kwam wel. En dan vervolgens ook de man mee. Dan had hij beter zijn verdediger de opdracht kunnen geven. Ram die bal maar weg. Want nu is de dreiging van weer een treffer.
een strafschop. Die wordt binnengeschopt, ja. Bokila. Het is waanzinnig, weer een goal. Twee keer Bokila. Bokila. Wedstrijd voorbij. Wedstrijd gewonnen door Willem II. Met weer twee goals van Bokila. Kan alleen maar lachen. Ook nu weer als invaller. Tweemaal succesvol. Ook nu weer Willem II na een achterstand gewonnen.